De geschiedenis van Nederland was vaak rampzalig. Een ramp voor onze voorouders, want ze kregen flink wat ellende voor de kiezen. Maar zalig voor historici, want voor ons zijn rampen een goudmijn. Ze bevatten niet alleen een schat aan informatie over de veerkracht en kwetsbaarheid van samenlevingen, maar ook over hoe deze samenlevingen zichzelf zagen. Met de onderzoeksgroep Dealing with Disasters onderzochten wij de omgang met rampen in Nederland. En we zagen dat verleden en heden soms verrassend veel op elkaar lijken. Nou, rampen hebben niet alleen negatieve kanten, ze brengen ook het beste in mensen naar voren. Dus bij elke ramp worden ook nieuwe helden geboren, mensen die iets heel bijzonders of uitzonderlijks doen. En die voorbeelden vind je door de hele geschiedenis heen. Neem bijvoorbeeld Dirk de Bekker, die tijdens de watersnoodramp van 1799 met zijn broer en twee vrienden tal van mensen van de verdrinkingsdood redde. Maar zelf kwam die helaas om het leven. En later is zijn moeder toen bedankt en geëerd met een zilveren tabaksdoos die heel veel geld waard was. En er is zelfs een toneelstuk over hem geschreven. Nou, je kunt die lijn doortrekken tot vandaag de dag. Tijdens de recente overstromingen in Valkenburg, juli 2021, was er een zekere Huub Bertram die zijn oude buurvrouw van 101 uit het huis tilde en zo naar een veiligere plek bracht. Dus rampen brengen ook helden voort. Grote rampen waren ook voor de Nederlandse monarchie een goede gelegenheid om zich van hun beste kant te laten zien. De eerste Nederlandse koning voelde dit meteen erg goed aan. Lodewijk Napoleon maakte er een goed gebruik van om zijn betrokkenheid te tonen bij de slachtoffers van rampspoed. Latere koningen, zoals de Oranjes, deden hier soms een schepje bovenop. Vooral koning Willem III deed dit door naar rampgebieden af te reizen en grote hoeveelheden geld te doneren. En ook vandaag de dag lijken de koningen nog best wel goed door te hebben dat rampen niet alleen heel verdrietig zijn, maar ook soms best goede PR-momenten zijn. Naast het vereren van helden houden mensen er natuurlijk ook van om zondebokken aan te wijzen. In de 16e eeuw gebeurde dat met name met heksen. Zij werden ervan beschuldigd met magie de oogst te hebben laten mislukken, het weer te hebben beïnvloed of zelfs vee en mens dood te hebben getoverd. Het aanwijzen van zo'n zondebok had ook een functie. Het zorgde ervoor dat bepaalde onrustgevoelens weg konden ebben uit de samenleving. De dader was gevonden en daarmee was de ramp voorbij. In de 18e eeuw wezen veel dominees opvallend genoeg juist geen zondebokken aan. Volgens hen was iedereen zondig. En daarmee was ook iedereen medeplichtig voor een ramp. Dat kon gaan om een lokale gemeenschap, maar ook om de hele natie. Ze hadden het over het zondige vaderland. En daarmee bereikten ze twee dingen. Enerzijds was het zo dat natuurlijk iedereen weer terug moest in het gareel. Niet meer moest zondigen, moest luisteren naar de dominees. Anderzijds zat ook iedereen samen in hetzelfde nationale schuitje. Nederlanders waren verbonden door zonde. Nou, dat zondebesef zien we vandaag de dag nog steeds, maar dan in een modern jasje, een seculiere variant. Eigenlijk hebben we allemaal schuld aan klimaatverandering bijvoorbeeld. Doordat we de auto pakken, te veel in het vliegtuig stappen, te veel vlees eten. Dus er ligt nog steeds een soort verantwoordelijkheid bij alle mensen. En je zou zelfs kunnen zeggen dat het zondebesef een heuse comeback heeft gemaakt in deze tijd. Het idee dat we allemaal schuld hebben aan de grote veranderingen die we nu ondergaan op de wereld.